Nederland heeft een nieuw record. Niet eentje om trots op te zijn. Een inflatie van maar liefst 12%. Ga er maar aan staan. En dat merk je. Dat merk je aan de pomp, dat merk je in het restaurant, dat merk je in de bouwmarkt. En dat merk je al helemaal aan je energierekening. Dit kabinet, meneer Rutte en zijn maten, die hebben er wat op gevonden. Ze hebben 16 miljard euro gevonden om ons allen te compenseren. Top, zou je zeggen. Maar ja, er zit een hele dikke adder onder het gras. Want jij zelfstandig ondernemer, je mag dat betalen. Want die 16 miljard om alle burgers te compenseren, die komt echt niet uit de lucht vallen. Nee, voor een fors deel komt die omdat ze jouw zelfstandige aftrek fors verminderen. Alsof jij geen dikke rekening betaalt aan de pomp. Alsof jouw energierekening niet 3 keer over de kop gaat. Alsof jij niet straks 4 euro moet betalen voor een biertje in de kroeg. Shell, Eneco, Albert Heijn, allemaal verhogen ze de prijzen. En niet een klein beetje. En meneer Rutte, die compenseert dat. Dus daarom, mijn advies aan jou, verhoog ook je prijzen. Want meneer Rutte, die compenseert het wel.